Guatemala ligt in Midden-Amerika. Het is een land met meerdere etnische groeperingen die een eigen cultuur en eigen talen hebben. Tucuhu ligt op ruim 200 kilometer ten noorden van de hoofdstad Guatemala stad in het departement Alta Verapaz. Er is maar één weg naar Tucuhu die al verschillende keren is verhard. Maar de hevige regenbuien spoelen de bovenste laag snel weer weg. Tucuhu bestaat uit een centrum, drie dorpen en 65 gehuchten of kleinere gemeenschappen. Er wonen ongeveer 30.000 mensen. 99% is Maya en 1% is Ladino. Tucuhu ligt in een bergachtig gebied. De hoofdweg is de verbinding tussen de verschillende dorpen in de vallei van de Podocik. De rivier die daar doorheen stroomt. De meerderheid van de bevolking leeft in armoede, of zelfs in extreme armoede. De aarde, de grond, is belangrijk voor de bevolking die voornamelijk van de landbouw leeft. Tucuhu is een levendig stadje. Er is een sterk gemeenschapsgevoel. De gezinnen zijn dikwijls groot en men neemt actief deel aan het dagelijks leven. Veel oude waarden zijn bewaard gebleven en worden gekoesterd. Het leven wordt gekenmerkt door veel elementen uit de Indiaanse cultuur. De kosmische visie van de Maya's bepaalt het mensbeeld en het respect voor moeder aarde. Tucuhu heeft een gevarieerd klimaat. Het is vochtig warm in de dalen en in de bergen kan het koud en regenachtig zijn. In het centrum van Tucuhu is een overdekte markt en een groot deel van de economische activiteit speelt zich daar af. Er is een gezondheidscentrum, een politiepost en een gerechtsgebouw. Aan het eind van de dag ontmoeten de mensen elkaar in de straten van Tucuhu. Ze praten er wat en eten iets bij de eetstalletjes op straat. Al heel vroeg in de ochtend komt Tucuhu tot leven. Mensen brengen hun producten naar de markt of gaan naar andere dorpen in de omgeving. Op zondagochtend gaan veel mensen naar de mis in de katholieke kerk, zoals dat in bijna alle dorpen traditie is. Dit is de kerk van de aartsengel Michael, de patroonheilige van Tucuhu. Met deze parochie heeft de Nunense parochie een uitwisselingsproject. Antonio is catechist en pastoraal werker. Hij vertaalt de woorden van de Spaans sprekende priester in het Quechí. Al meer dan 11 jaar is hij de rechterhand van de pastoor.
Hij vertelt: we zijn met meer dan 500 catechisten en we bezoeken geregeld de 68 katholieke gemeenschappen in de regio van Tukuru. We begeleiden de gemeenschappen die soms erg ver weg liggen. We proberen de mensen te motiveren. We hebben nu 3 centra waar catechisten vormingscursussen krijgen. Samen met de mensen uit de dorpen gaan we naar de bergen, naar de heilige plaatsen en vragen toestemming om de aarde te bewerken, de mais te zaaien, de bonen en bananenplanten in de grond te zetten. Iedere 2 maanden is er bijbelcursus. We zijn dan 2 of 3 dagen bij elkaar om deel te nemen aan deze vormingscursussen. Ook hebben we de Bijbel vertaald in het Quechi. Dat was heel veel werk en het heeft 4 jaar geduurd voor het klaar was. Het Oude en het Nieuwe Testament is vertaald. Die gebruiken we veel. Conocer más de la Biblia. Tardó como casi 4 años a traducir en Quechi. De parochie heeft verschillende commissies, onder andere voor liturgie, catechese, vorming en onderwijs, ziekenzorg, jeugd, cultuur, grondproblematiek en economische ontwikkeling. Het pastorale vormingswerk bestaat uit 2 onderdelen. De pastoraal-theologische vorming, die de nadruk legt op deskundigheidsontwikkeling van het parochieteam, en daarnaast is er het pastoraal-sociale vormingsprogramma, waarin vooral aandacht is voor de specifieke rol van gemeenschapsleiders. De meeste vrouwen in Tukuru zijn nooit naar school geweest. Het onderwijsproject aan deze vrouwen is dan ook een van de belangrijkste projecten in Tukuru. Opdat de vrouwen in alle rust de lessen kunnen volgen en kunnen studeren, wordt er gezorgd voor kinderopvang, dicht bij de moeders. Er worden alfabetiseringscursussen gehouden en er wordt onderwezen op het gebied van gezondheid en opvoeding. Ook zijn er bijeenkomsten waarin vrouwen leren wat hun rechten zijn en waarin zij praten over hun rol binnen de gemeenschap. 4 staan in het primero básico, 2 staan in tercero primaria. Deze vrouwen hebben zoveel capaciteiten om mee te werken en te participeren in hun gemeenschap. Als je ze de mogelijkheden biedt, kunnen zij bijdragen aan de ontwikkeling van hun dorp. Het probleem is dat zij altijd buitengesloten zijn geweest, uitgebuit. Het geweld dat deze gemeenschappen tijdens de burgeroorlog heeft getroffen, heeft zijn weerslag op deze vrouwen. Er is een mentaliteitsverandering nodig, want de ervaring van onderdrukking en geweld zit er diep in. Het is een proces dat langzaam gaat en lang zal duren. Die mentaliteitsverandering is belangrijk, zodat zij het verschil gaan zien tussen hun geschiedenis en de mogelijkheden voor een ander leven, waarin zij een actieve rol kunnen spelen. Niet alleen op economisch gebied, maar ook op het sociale vlak en zelfs op het terrein van de politiek. De kans op een andere, een betere toekomst. Dora coördineert het vrouwenprogramma. Ze vertelt: om de gezinnen van gevarieerd voedsel te voorzien, zijn we begonnen met de aanleg van groentetuinen. Het zijn de vrouwen die de tuinen opzetten en onderhouden. Eerder werd alleen mais verbouwd, andere producten moest men op de markt kopen. Door de verbouw van verschillende soorten groenten en fruit zijn de gezinnen verzekerd van gevarieerd voedsel. En wat over is, wordt op de markt verkocht en dat levert op die manier extra inkomsten op. We verbouwen onder andere yucca, uien, pepers, cacao, spinazie, sperziebomen, kardemom. En ook verschillende soorten fruit, zoals citroen, sinaasappels, mandarijnen en mango. Ook worden er cederboompjes geplant, waaruit men later inkomsten krijgt uit de houtverkoop. Als een soort van oude dagvoorziening dus. Dit project draagt direct bij aan de voeding en gezondheid van de gezinnen en kan rekenen op veel steun, ook van de mannen.
Daarnaast stimuleert het de vrouwen om zich te organiseren en de bijeenkomsten bij te wonen, waar zij ook technische kennis over de verbouw van groente en fruit opdoen. De geschiedenis van uitbuiting, uitsluiting en geweld, niet alleen op de plantages van de grootgrondbezitters en tijdens de burgeroorlog, maar ook thuis, heeft vrouwen het gevoel gegeven dat ze niet veel waard zijn. Ze zijn bang, ze hebben weinig eigenwaarde en zelfvertrouwen. Ze ontkennen hun eigen persoonlijkheid. Er is ook heel veel verdriet. Wij proberen al die obstakels uit te bannen. Obstakels die hen verhinderen om zichzelf te zijn. De onderdrukking, discriminatie en het racisme zitten in ons lichaam. In therapeutische sessies proberen we ons te bevrijden van alles dat ons in de weg staat, om met opgeheven hoofd te kunnen zeggen: hier ben ik. Ik ben de moeite waard. Ik kan iets bijdragen aan de ontwikkeling van mijn gemeenschap.